Een hele mooie dag op zaterdag 1 september. Natuurlijk het bijzonder pop in Biezenwortel. Ik heb bij me staan een van de initiatiefnemers, neem ik aan. Onze eigen Frans. Wie kent hem niet? Ja, Frans, hoe is bijzonder pop geboren? Nou, hiervoor hebben een aantal andere medewerkers van Prisma hebben dit festival opgestart. Het was eerst op de locatie in Biezenmortel. En daarna zijn ze eigenlijk verhuisd in samenwerking met Biezenmortel Bruist. En daar is dit eendags festival voor Prisma eigenlijk ontstaan. En nou, het is alle jaren een bijzonder succes geweest. En dit jaar heb ik het over mogen nemen met Aniek Bertens en Mandy Verhoeven. En daar heeft ook meegewerkt Mirjam Mook, Jim en Jeroen Nolte. En samen hebben we hier een mooi festival weggezet. En ja, we zijn met mensen in gesprek gegaan. En zodoende hebben we vandaag een mooie playlist. We zijn natuurlijk begonnen met de drumband vandaag. En verder komen er nog tal van andere artiesten. En ja, dat zullen jullie straks in het programma wel zien. Daar gaan we nog niet verklappen. Maar ja, we hopen dat het ook aardig druk gaat worden. De tent zit nu al aardig vol. Dus ja, laten we ervan gaan genieten, Ben. Bijzonder pop is natuurlijk een festival wat eigenlijk voor de, mag ik het zo zeggen, minder valide mens is gedaan om die ook gewoon eens een keer een hele leuke dag te bezorgen. Wat is dat dierbaar? Dat is zeker dierbaar, maar wat het mooie nu ook is, is dat de mensen uit Biezenmortel vandaag hier ook aanwezig zijn om samen met, ook met hun dat feestje te vieren zoals ze dat ook al jaren doen tijdens de avonddriedaagse. En je hebt het ook voor elkaar gekregen dat er een hele hoop motorrijders zijn gekomen en trikes. Ja, waarmee de kinderen, zeker jongvolwassenen, mee op de foto mogen. Ja, dat klopt. Ben François, hè, hij staat natuurlijk tegenover mij, die heeft zijn clubje meegebracht. En dat vinden de bewoners natuurlijk ook hartstikke leuk. En samen gaan we hier vandaag een heel groot feestje bij. Een hoop zangers staan, maar niet alleen maar zangers. We hebben ook nog een drumband, JPD uit Tilburg. En we zijn gekomen met een hele hoop motorrijders. Dat zijn allemaal motorrijders die heel graag jullie op de foto willen hebben. We kunnen helaas niet met jullie gaan rijden, want dan moeten we het terrein af en dat kunnen we niet doen. Maar wil je op een motor zitten, wil je ernaast gaan staan en wil je een foto laten maken, daarvoor zijn we met z'n allen hier. Er staan Harley Davidsons, maar er staan ook een hele mooie trike. Ga er naartoe. De motorrijders staan erbij. En dan kun je heerlijk op een motor gaan zitten of ernaast gaan staan en een prachtige foto maken. Dat doen wij ook speciaal voor jullie. En daarvoor zijn wij vandaag ook hier. Dames en heren, ik ga u de eerste band aankondigen, moet ik eigenlijk zeggen. En we hebben kosten nog moeite gespaard om de absolute beste drumband vanuit Tilburg hier naar Biezenmortel te halen. Ik verwacht dan ook een heel groot applaus. Mag ik van u een heel groot applaus voor drumband JPD? Thank you.
gedaan had. Hoe ik nooit maar was hier. Ik was al blij als ik dan hoorde. Ja, stop op de trap. Dit alles was voor jou een grap. Ze moeten we gaan een beetje sneller. Ik heb het altijd al geweten. Hier had je nooit voor mij alleen. Want zij, dit is jouw leven. Doordat je hier opeens bent kwijt. Nu vind ik thuis denk ik aan boven. Je nam me mee naar al die proeven. Maar ik wist dat ik thuis in het programma. Ik heb het altijd al geweten. Niet dat je nog voor mij nam mee. Want ik zei het is jouw leven. Doordat je hier opeens bent gezongen. Die handen, die handen.
die waanzinnig goed kan zingen.